Goedemiddag, we zijn hier bij het Lilianenfonds en u bent Kamar Dapper en u wilde ons even te woord staan over de actie die vandaag eigenlijk loopt. En die actie dat gaat, dan moet ik eens even spieken, want wij trekken aan de bel. Ja. Nou, dat lijkt me toch wel een heel mooi iets. Ik ben vanmorgen in het dorpje Genderen geweest. Heel veel kinderen, peuterschool, kleuterschool, toeters, bellen, trommen. Vertel iets over die actie. Ja, die actie is opgezet vanuit het Lilianenfonds. Het Lilianenfonds zet zich in voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. En een van de doelen die wij stellen is dat wij vinden dat alle kinderen naar school moeten kunnen, ook kinderen met een handicap. En met de Trek aan de Bel actie hebben wij met 600 scholen in heel Nederland en 300 scholen in het buitenland, hebben wij gezorgd dat er aandacht komt voor de rechten van kinderen met een handicap. Oké, nou ja, het was dat een drukte van je welzijn in een kleine dorpje daar. En ik begrijp, ik had een kaartje gezien, want jullie hebben een kaartje op de website staan, dat er heel wat scholen bezig zijn. Maar het Lilianenfonds is natuurlijk normaal gesproken veel uitgebreider. Dit is een specifieke actie voor vandaag. En ik ken het Lilianenfonds eigenlijk van aangepaste protheses voor kinderen die benen moeten missen in Afrika. Dat hangt mij bij van het Lilianenfonds, maar ik begrijp dat Lilianenfonds veel meer is. Ja, we zijn inmiddels we zijn opgericht in 1980 door mevrouw Liliane Brekelmans. Dat begon met hulp aan een meisje met polio. En door de jaren heen zijn wij steeds meer kinderen gaan helpen, zijn wij steeds verder gegroeid. Inmiddels helpen wij 90.000 kinderen per jaar in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Ja. In 29 landen. En wij doen dat op verschillende gebieden. Dus wij helpen ze naar school te gaan. Dus we doen dat op gebied van onderwijs. We doen het op gebied van medische zorg. Dus we doen nog steeds protheses. We zorgen nog steeds voor revalidatie. Maar we zorgen ook voor meer acceptatie binnen de gemeenschap. Dus dat ze sociaal gezien ook meetellen en mee kunnen doen. Ja. En we proberen jongeren met een handicap op weg te helpen naar werk en inkomen. Zodat ze later ook echt op eigen benen kunnen komen te staan. Ja, het is ook een beetje een economische insteker dat ze er eigen kunnen bedruipen, zoals ze dat hier noemen. Ze leren wat. Er zijn stichtingen die leren de mensen om goed boer te worden, maar studie hoort daar natuurlijk ook bij. En daar is Lilianenfonds natuurlijk een geweldige stimulator voor. En hoe lang bestaat dat fonds al? We zijn opgericht in 1980, dus we bestaan al meer dan 36 jaar. Door de jaren heen is ons takenpakket is uitgebreid. We doen ons werk met ontzettend veel vrijwilligers en vaste medewerkers. En op een dag als vandaag laat zich dat heel mooi zien. Iedereen is op pad, iedereen is naar scholen toegegaan. Ik heb zelf vanmorgen in Breda op een school geholpen met de Trek aan de Bel actie. Dus wij proberen met heel veel enthousiasme ons in te zetten voor die kinderen met een handicap. Oké, ja, ik heb net al even mogen spieken in de andere zalen van het gebouw. Ik dacht dat het altijd een vereniging was met 3-4 mensen, maar daar heb ik me eigenlijk goed op gekeken. Er zitten er een paar meer. Ja, klopt. We zijn echt gegroeid. We hebben ongeveer 150 vrijwilligers die ons inmiddels bijstaan. Hier op kantoor en in het hele land. Die bijvoorbeeld gastlessen geven of op kerstmarkten staan. Maar we hebben ook vaste mensen hier op kantoor die ervoor zorgen dat de boel draait. Want we werken dus inmiddels in 29 landen. In al die landen hebben we lokale partnerorganisaties. We moeten natuurlijk zorgen dat die goed hun werk kunnen doen. Dat er ook goed gemonitord wordt wat er gebeurt. En dat er begeleiding is voor die organisaties. Dus we hebben wel mensen nodig om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, en ik heb ook begrepen in de rondleiding dat je niet ieder weekend op de fiets naar Afrika moet, maar jullie maken gebruik van moderne techniek. Ik zag al Skype staan, dus jullie kunnen direct met Skype in verbinding staan met de mensen in Afrika of Zuid-Amerika. Ja, klopt. We hebben ons hoofdkantoor, we zijn een Nederlandse stichting. Wij zitten hier in Nederland. Dit is waar onze basis is. Maar wij hebben geen eigen kantoren in al die landen waar wij werken. Dus wij werken via lokale partnerorganisaties. Okay. En in elk land hebben wij één strategische partnerorganisatie die eigenlijk onze oren en ogen in het veld is. Dus zij zijn verantwoordelijk voor het programma in dat land. En wij kunnen hier via Skype, via mail, via telefoon goed contact onderhouden. Maar er gaat ook naar elk land, wordt geprobeerd om elk jaar wel een bezoek te brengen om dingen af te stemmen en te overleggen hoe het ervoor staat. Oké, nou, ik vind het in ieder geval een prachtige actie. Zeker als je het een keer daadwerkelijk meegemaakt. Dit was de school. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de uitkomst zal zijn na deze dag. Want volgens mij, met zoveel scholen moet er toch echt wel wat geld binnenkomen voor de mensen die het natuurlijk uiteraard heel hard nodig hebben. Ja,
Klopt, klopt. En het is, de actie is tweeledig, want er wordt op sommige scholen wordt geld opgehaald. Maar er zijn ook heel veel scholen die meedoen en daar gaat het echt puur om het aandacht vragen voor het probleem. We hebben ook een handtekeningenactie gedaan, dus we bieden ook een petitie aan de leden van de Tweede Kamer. Om gewoon te zorgen dat dit probleem op de agenda komt te staan en dat niet alleen in ons land, maar ook in al die andere landen waar de scholen hebben meegedaan, dat er aandacht komt voor inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap.